Ik ben Mark. En ik ben Jonathan. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van World of Bikes. In deze video gaan we het hebben over de Gazelle Esprit en de elektrische Gazelle Esprit. Als je naar de middelbare school gaat, is het natuurlijk een leuk moment om een nieuwe fiets uit te mogen zoeken. En wat wij in de winkel zien, is dat de Gazelle Esprit onder schoolgaande kinderen een enorm populaire fiets is. Mocht je nou wat verder moeten fietsen, heb ik het over meer dan 10, 15 kilometer om naar school te komen, dan zien we ook vaak dat kinderen toch kiezen voor een elektrische fiets. Dat de ouders daar ook wel in meegaan. Het scheelt natuurlijk een grote kostenpost, het busabonnement van vroeger. Want nu kun je gewoon met een elektrische fiets naar school fietsen. En waarom is deze fiets dan zo populair onder de schoolgaande kinderen? Het heeft vooral te maken met de looks van de fiets. Hij ziet er natuurlijk stoer, robuust uit. Nou, robuust is die ook zeker. Zo zie je bijvoorbeeld dat de koplamp weggewerkt is in een stukje frame. En dat zorgt voor stevigheid van de koplamp. Dus ook in de fietsenstalling op school beschadigt hij eigenlijk niet. En dat is natuurlijk erg prettig. Daarnaast verlichting, zowel voor als de achterlamp. Die doet het op een dynamo en die staat ook altijd aan. Dus je bent altijd extra zichtbaar en dus extra veilig als je naar school moet fietsen. Deze fiets komt er in 3 uitvoeringen, zowel met 0 versnellingen, 3 versnellingen of 7 versnellingen. Dan moet je net kijken wat de afstand voor jou is en welke versnellingen je het liefst wil rijden. Daarnaast zijn er verschillende kleuren verkrijgbaar, zoals deze mooie groene kleur. En hij is er eventueel ook in het zwart te krijgen. Dit is de elektrische uitvoering van de Gazelle Esprit. En op het oog zie je het niet direct. Maar er zijn toch wel degelijk een aantal verschillen. Zo zit er in het voorwiel een motor van Befang die 30 Nm levert. Dit is voor een voorwielmotor behoorlijk krachtig. Dus hij zal je ook helpen als je een keer een bruggetje tegenkomt. Daarnaast heb je natuurlijk een display met 5 ondersteuningsstanden en een accu achterop. Nou, die accu die, kan je zien als een soort benzinetank van vroeger in een auto. Hoe groter je accu, hoe verder je kunt rijden zonder dat je de fiets ophaalt. Bij de Gazelle Esprit kun je kiezen. In standaard zit er een 340 watt accu in, maar je kan hem ook nog uitbreiden naar een 450 watt accu als je iets verder wil rijden zonder hem op te laden. Nou, wat we verder zien is dat de fiets standaard uitgerust is met 7 versnellingen en dat hij ook weer in dezelfde kleuren als de normale fiets is, zwart en groen. Op het scherm van de Gazelle Esprit HFB kun je een aantal dingen zien. Nou, het belangrijkste is natuurlijk de snelheid die je rijdt. De accu-lading, dus je ziet dat deze accu nu nog 72% capaciteit heeft. En daarnaast zit er nog een minuutje in, waarbij je de totale kilometerstand kan zien, je maximumsnelheid, je gemiddelde snelheid, het aantal kilometers wat je nog kan rijden in de huidige ondersteuningsstand. Als je de ondersteuningsstand op gaat schroeven, dan zie je ook dat de actieradius van de fiets naar beneden wordt aangepast. In tegenstelling tot de normale variant van de fiets staat het licht niet altijd aan hier. Je kunt hier kiezen of je het licht aan en uit wil zetten. En dat doe je met de plus. Deze moet je ingedrukt houden. En dan zie je dat het licht aangaat. Mocht je nou willen weten hoe ver het fietsen is naar bijvoorbeeld je school of naar je werk, dan kun je ook de tripteller gebruiken. Hierin kun je makkelijk zien hoeveel kilometer je gereden hebt. En deze kun je resetten. Bedankt voor het kijken naar onze video. Vond je nou een leuke video en vooral ook een leuke fiets? Hij staat bij ons in de winkel, klaar voor een proefritje. Daarnaast is onze winkel helemaal gerenoveerd, dus we zouden het leuk vinden als je een keertje kunt kijken.